De OS Tamenga School heeft dit jaar wederom een voorleesdag georganiseerd. Wij hebben gekozen om te werken met voorbeeldfiguren die wonen in de omgeving Tamenga of zelf op deze school hebben gezeten. Dit zegt Shahnaz Pengel, die de voorlezers verwelkomde. Pengel is oud-leerling van de school en coördineert al enkele jaren de voorleesdag. Het doel van de voorleesdag is om de leerlingen te motiveren om harder hun best te doen. Vooral wanneer ze zien dat mensen uit hun eigen buurt een goede positie in de maatschappij hebben, zegt Pengel. Waarom hebben we hiervoor gekozen? Omdat het voor ons zeer belangrijk is dat kinderen van de school zien dat er uit onze volksbuurt heel veel goede resultaten voort zijn gekomen. We hebben dit gedaan omdat de schoolprestaties nog niet zijn wat ze wezen moeten. We zijn nog niet tevreden. Vandaar dat we door middel van deze voorleesdagen met onze voorbeeldfiguren uit de buurt, die zelf op school hebben gezeten, willen we de kinderen beïnvloeden. Omdat ze kunnen zien dat we ziek moeten uit mijn volksbuurt. Inaf go knap tap uku, inaf wakai pre karta, inaf pre django. Ik kan trouwen boom mananga uma, ina akondre pewelibi. Ik kan je futjarato at kondre waka. Ik kan je a bumbigi posisie tap ala sot presi. Inaf tansdo ina oso. Inaf wakalon tu somara tapu strati. Wij willen ze wijzen dat het wel kan. Aan de voorleesdag hebben onder meer politie- en brandweermannen, verpleegsters en ambtenaren van diverse ministeries hun medewerking verleend. Hij wil het bos met de vele bomen, planten en dieren goed leren kennen. Hij vindt het ook spannend, want iedere keer beleeft hij weer iets anders. De ene keer ziet hij apen, de andere keer prachtige gekleurde bloemen in een boom. Dan hoort hij weer papegaaien en soms eet hij heerlijke bosvruchten. En wat zei Piki Snikki? Piki Snikki zei brokko aifutado. Nee, Kiruan Snikki. Dus, andere woorden, je hoeft niet te denken dat ik bang voor je ben. Het waren enkele voorlezers die hun bijdrage hebben geleverd aan de voorleesdag van de OS Tamenga. De school zal binnenkort ook starten met een peetmoeder- en peetvaderproject. Deze peetjes zullen samen met de klasleerkracht de leerlingen stimuleren om hard hun best te doen en goede resultaten te boeken.